Annabel heeft door de lockdown een hele andere kant van zichzelf ontdekt. Ik heb het idee dat er een soort van omaatje naar voren is gekomen sinds deze lockdown. Ik zit op de bank met mijn huisgenoot te breien tegenwoordig. Terwijl, ja, normaal gesproken in mijn weekenden stond ik dan ergens in een kroeg te feesten tot 5 uur 's nachts. En nu lig ik gewoon met een boek in mijn bed. Ik vind mezelf best wel grappig. Dat vinden mijn vrienden volgens mij ook wel van mezelf. Dag Annabel. Hi, goeiedag. Welkom in het First Aid Restaurant. Dankjewel. Ik flapper echt van alles uit zonder er echt over na te denken. En dat kan dus soms heel goed uitpakken en soms ook heel slecht. Annabel. Ik heb wel veel gedate, ik heb nooit echt relaties gehad. Waar ik denk dat het mee te maken heeft, is dat ik nooit echt vast lang op één plek heb gezeten. Ik heb in Amsterdam gestudeerd, toen ben ik naar Leeuwarden gegaan. Ik heb in Tenerife gewoond, Bali, Thailand. En daar verandert steeds zoveel. En ja, dan is het moeilijk om dat soort relaties te onderhouden. Studeren, werken. Ik ben een half jaar geleden afgestudeerd van de Hogere Hotelschool. En nu ligt de hele business op zijn gat. Ja. Maar ik heb sinds maandag heb ik een nieuwe baan gekregen. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat ga je doen? Ik ga bij een hele leuke nieuwe start-up werken. Dat is een heel jong bedrijf, snel groeiend. E-commerce. En ik ga daar als customer support aan de slag. En wat past er een beetje bij jou dan? Hey, weet je wat dat is? Als ik beschrijf wat ik interessant vind of wil bij een man. En dan kijk ik terug met wie ik gedate heb. Mm. En dan denk ik, maar dat komt niet overeen met wat ik zei. Dus, I don't know. Ja, ik vind het gewoon voornamelijk belangrijk dat hij dus net zoals ik van lekker eten en drinken houdt. Maar ook dat het iemand is die een beetje humor heeft. En iemand die avontuurlijk is ingesteld. Dus je wel graag ook nieuwe dingen wilt uitproberen. Nou, Sander heeft zijn koffer al bij zich, hoor. Hij is dol op avontuur. Ik ben international touring coordinator bij een groot DJ Bookers agency. En daar zorg ik voor dat 7 van de 32 artiesten op tour kunnen. Ik ben onder andere in Santiago in Chili geweest, Las Vegas, Moskou, in Rusland ben ik ook geweest. Dus het zijn niet echt de standaard vakantiebestemmingen. Goeiedag, Sander. Was goed? Jazeker, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Mooi weer niet meegenomen. Heerlijk, ja, nou ja. Ja, wat voor type meisjes, ja. Vooral bij mij het gezicht moet wel echt iets spreken. Iemand moet een beetje eigen persoonlijkheid hebben. Je eigen kledingstijl. Nou, goede kleur. Ja, goed, hè? Je hebt er zin in, hè? Komen, zeker. Kom, ja. Ze zitten al aan de bar. Je mag even hier plaatsnemen. Hoi. Annabel. Hoi, ik ben Sander. Hoi. Waar kom je vandaan? Amsterdam. Oh, ja. Jij? Ik kom uit Heemstede. Oh, dat is best wel dichtbij gewoon. Ja. Ja. Ja, zag er goed uit. Goed de best gedaan. Leuke meid. Wat voor werk doe je? Of studeer je nog? Nee, ik ben een half jaar geleden afgestudeerd van de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Ik was afgestudeerd en ik dacht, shit, wat nu? Ik heb stage gelopen in de evenementenbusiness, dus dat ligt al helemaal op zijn gat. Ja, dat weet ik. Daar dus zit ik in. Oh, echt? Ja, nee, ik zit niet in evenementen. Dus, wat dan? Ik ben international touring coordinator. Ik zorg voor bij een groot boekingsagentschap waar alleen maar DJ's zitten. Maar rijd je ze dan ook rond en zorg je dan ook, is het zeg maar ook nee, vliegtuigen? Of vliegtuigen, dat soort vluchten regel ik wel altijd voor ze. Totaal niet eigenlijk het type wat ik had verwacht. Had wel donker haar, dat zag er wel leuk uit, leuke smaak. En zeker ook toen hij vooral ging praten. Qua innerlijk matcht het gewoon vooral heel erg goed. En dat is voor mij ook wel belangrijk. Ja, ja, jullie zijn hier niet om bar te hangen. Ja, ik kom ook voornamelijk voor het eten. Hij is een leuke bijzaak, maar... Oké, nou, de toon is gezet. Dat is mooi, is goed te horen. Volg mij maar. Hou je een beetje van goed eten? Ah, ligt eraan. Door de week ben ik best wel streng met mijn sportdieet en noem het maar op. En dan is het echt broccoli, kip en rijst. Oh, echt zo heel saai, ja. Met rijst en alles afwegen ook. Ja, ook dat, ja. Ja, 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 ja. Oh, dan heb je aan mij echt de verkeerde. Ja, ik ben echt dol op lekker eten. Oh. En ik doe er echt room, boter, kaas, alles pleuren we er doorheen, hoor. Ja, nee, ik eet ook niet zo graag kaas. Ja. Hou je niet van kaas? Nee. Waar hebben jullie deze match vandaan gehaald? Ja, nee, ja, gesmolten kaas. Nee, ja, dit mag je niet. Dit neem je terug. Ja, nee, sorry. Op mijn tosti lus ik een plakje kaas, maar anders... Oh, nee. Ik vind eten, zeg maar, dat staat voor mij gelijk aan gezelligheid. Dus ik hoop wel dat hij daar dan, zeg maar, open voor staat om een compromis te sluiten. Want ik ga echt geen broccoli met droge rijst en kip eten. Dat weet ik wel. Ik heb wel echt wat zwaarder gewogen.
2020 echt wel veel afgevallen. Ja, wat ben je er toen echt bewust van geworden? Dat ja, ik was daarvoor al bewust. Ik heb in 2019 gewoon niet zo'n goed jaar gehad. Mentaal. Ja, en sporten had ik ook niet echt mijn motivatie toen ervoor. Ja, en toen vorig jaar is het wel echt veranderd. Echt een switch gemaakt. Ja, gewoon ik werkte heel veel ook. En dat waren gewoon meerdere factoren bij elkaar. Ja, precies. Je kan niet altijd 7 dagen per week werken. Op een gegeven moment vind je de energie niet meer. Dan ben je gewoon leeg. En dan is het klaar. En dan moet je toch wel echt naar je lichaam luisteren. Dan loop je op een gegeven moment tegen de lamp. Nee, dat snap ik inderdaad. Dus ja, dat is gebeurd. Kom je veel bij je ouders? Ja, best wel veel. Tenminste, met mijn moeder ben ik echt heel erg hecht. Je ouders zijn uit elkaar? Ja, echt al 13 jaar of zo. En ja, bij mijn vader kom ik iets minder, maar daar kom ik ook nog wel regelmatig. Ja. Zijn je ouders bij elkaar? Nee, al vanaf mijn geboorte volgens mij. Oh, echt? Ik heb mijn vader heb ik nu zeker 20 jaar niet meer gezien. Oh, ja. Heftig. Ja, ja. Woont hij wel nog in Nederland? Ja, ik weet ook waar hij woont, maar hij is ook niet met jou. Nee, ja, het is beter dat ik geen contact met hem en ik wil geen contact met hem. Ja. Dus ik ben nooit weggehouden bij mijn vader. Toen ik op een gegeven moment 1 jaar of 7 was, hoorde ik niks meer van hem en is dat zo verwaterd. Ja, hij zei altijd als hij 18 is, komt hij zelf wel, maar dat kom ik niet. En ik heb daar helemaal vrede mee en ik weet dat ik beter af ben zonder hem. En zelf zou ik het anders doen. Ik wil zelfs geen contact met hem. Dus ik weet dat dat voor iedereen ook beter is. Ja. Maar ja, het is zo gelopen. Proosten? Ja. Nu kunnen we volgens mij wel. Gaat het goed? Elkaar aankijken. Ja, daarom. Hè? Proost. Je weet wat er gebeurt als we elkaar niet aankijken. Ja, daarom. Daar heb ik niet zoveel zin in. 7 jaar? Slechte seks. Ongeluk, maar goed, seks kan. Maar als we nu zeg maar een tijdje zitten en je kijkt naar wat je hebt opgegeven en je kijkt naar hoe ik hier nu zit, komt dat dan wel overeen? Ja, want ik heb bijvoorbeeld gezegd, ik wil niet per se iemand die een face-based, helemaal festivals en ook geen hardcore, hardstyle, weet je. Dus in dat opzicht klopt het wel. Ja, precies. Ik vind het vooral heel erg leuk als je denkt van oké, dit was precies niet het type wat ik in die zin zou hebben aangesproken als ik ergens uit was geweest. Maar juist ook dat het op innerlijk dan zo klikt, ja, dat is wel heel erg leuk. Jongens. Oh, nu al. Jeetje. Het moment. Oké. Okay. Mag ik hem alsjeblieft betalen? Oké, vooruit. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Ja. Ja. Wil je nog wel een keer zien, ja. Kijk, dat ging snel. Kijk, hoe chill. Gewoon tegelijk. Hoppa. Komen jullie uit de buurt? Ja, toevallig wel. Ja, ik kom sowieso uit Amsterdam. Ja? En hij is niet zo heel ver heen steden. En ik hoorde dat hij met de auto was, dus... Ja. Ik hoor een eventuele drop-off hier. Ik was echt blij verrast toen je aan tafel kwam. Ja, in ieder geval, toen we zeg maar echt een gesprek met elkaar kregen, dat ik echt dacht van oké, hier zit hier inderdaad wel echt een klik in. Ja. Ik zat wel een beetje te kijken naar jullie. Het zag wel heel gezellig uit. Veel gekletst in ieder geval. Ja. Alleen echt die kip, broccoli en rijst, die gaan we eruit slaan. Zolang de sportschool dicht is, dan kan dat. Maar als die straks open is, dan is het toch echt wel weer... Oké, maar dan trainen we het eraf op een hardcore festival. Er wordt veel sporten. Leer je mij hakken? Ja, dat is goed, dat doe ik wel.